Goedemorgen allemaal, het is donderdag 11 uur 's ochtends. Ik ben onderweg naar Schiphol, want ik vlieg vandaag naar Afghanistan. Ik mag daar gaan optreden voor de Nederlandse militairen die daar op missie zijn. Wat wel leuk is dat Nikki ook meegaat. Zij heeft ook meegedaan aan het SBS6-programma The Next Pop Talent. We hebben elkaar daar leren kennen, dus in 2013. Dus ik heb haar al 4 jaar niet gezien, dus dat is heel erg leuk om haar vandaag weer te zien. Ook gaat er een goochelaar mee en een DJ. We worden begeleid door Defensie, dus ik heb er super veel zin in. En ik zie jullie straks weer. We zijn nu al 3 uur op Istanbul. We hebben eindelijk wifi bij de Haribo. Als je daar een snoepje kocht, dan kreeg je wifi. Dus daar zitten we nu lekker bij. Over 2 uur gaan we vliegen en dan gaan we naar Afghanistan. Nick, is het lekker? Nee, ik heb een beugel in de moeder. Zoals je misschien op dit filmpje kan zien, onweert en regent het hier echt super hard. En wij moeten dus over 3 kwartier gaan vliegen. Dus ik hoop echt niet dat we hele erg turbulentie krijgen, want dat vind ik echt eng. Maar goed, we gaan het zien. Goedemorgen, het is 11:30. We zijn vanmorgen op Afghaanse tijd om 9:00 aangekomen in het kamp. We hadden namelijk vertraging op Istanbul. Dus ik heb net nog even 2 uur geslapen en we gaan nu lekker eten en we krijgen een rondleiding. Dit is waar we slapen, dat is heel grappig. Gewoon stapelbedjes. Maar wel heel erg leuk. En je merkt eigenlijk helemaal niet dat je in een tent slaapt. Ik heb gewoon airco en ik ben echt kapot. Goedemorgen, we hebben gisteren de hele dag een rondleiding gehad en informatie over het kamp. Het is nu 7:00 ochtends en we gaan nu ontbijten met alle militairen en dan gaan we naar het ziekenhuis kijken en dan gaan we soundchecken. Ja? Goeie vrouw of een man? Oké. Het volgende nummer komt uit de film Grease. Ja, blijf je ook bij de vrouwen? Ja? Oké, heel top. Zo, het zit erop. Het was echt super tof. Het is nu 11:00 en we moeten om 4:15 alweer klaarstaan om naar het vliegtuig te gaan. Ik neem nu nog even een biertje, wel alcoholvrij, want er mag hier geen alcohol gedronken worden. En ik ben lekker schor, zoals je hoort. Maar het was het waard. Goedemorgen, het is 4:15. We kunnen elk moment opgehaald worden om naar de airport te gaan. Het is wel heel gek dat we hier dus nooit meer gaan komen. Ook de mensen die we hier ontmoet gaan waarschijnlijk nooit meer zien. Want je bent toch wel echt 4 dagen volop met elkaar geweest, met elkaar geslapen, gegeten. Dus wel heel raar. Maar ook wel lekker om weer naar Nederland te gaan. Ah, daar is ze dan hoor.